Welkom allemaal bij Soda Team Eindhoven's eerste vlog. We gaan dan vloggen, want we willen graag onze avonturen met jullie delen. En dat kunnen we schrijven, maar dat kunnen jullie ook laten horen en zien. In deze vlog nemen jullie mee naar de testsite waar we dus testen bij Defensie. In Oorschot, het uitzwaai-evenement op de Hightech Campus. Een filmdag in de stad en ook op de Hightech Campus. Er is wat wind in de video. Dat lossen we bij de volgende video op door een echt goed microfoontje te hebben. Dus veel kijkplezier. Nou, we staan hier op de kazerne in Oorschot. We zijn vandaag wederom weer aan het testen met Stella Lux. Alleen ook met Stella natuurlijk, waar het hele verhaal eigenlijk begon. En we hebben ook nog eens bijzonder bezoek, want we hebben een filmploeg uit Duitsland. Uit Engeland. En ook nog eens een freelancer die af en toe wel eens wat voor BNN werkt. Dus wie weet komt daar ook iets heel iets leuks uit. Zo vaak zie je een zonneauto niet. En dan twee naast elkaar rijden is helemaal bijzonder. Kan iemand bij de deur blijven? Ongeveer 100 meter afstand. Bart, onze fotograaf, gaat ook mee naar Australië. Hij heeft een oud shirt aan, dat is het enige wat er nog bij komt breekt. Voor de rest heeft hij alles. Zijn goede mood, zijn glasses en zijn fotostel natuurlijk. Dus ja, helemaal goed, de plaatjes schieten. Bart is tevens een beetje onze berggek. Nou, de laatste rondjes zitten er bijna op. Alle cameramannen hebben de filmbeelden die ze willen hebben. Erik. We hebben 20 mensen in een team. We hebben 21 mensen in een andere mensen in een team. Dat is hartstikke moeilijk al die naam. Erik is ook heel speciaal, want Erik heeft vandaag achter het stuur gereden. En eigenlijk een beetje voor gezorgd dat Olaf er ook een beetje achteraan kan rijden. En Erik, ben je er al een beetje klaar mee? Of, Ja, het is langzaam mooi geweest. Het is langzaamaan mooi geweest. We zijn vandaag bij Soda Team Eindhoven. Dit is het uitzwaai-evenement van TNT. Wij hebben onze auto's net ingeladen voor de vlucht naar Australië. Wij zijn met 23 studenten en we werken aan een gezinsauto op zonne-energie. Doei! Het is een heerlijke dag om met Stella te rijden. Het is natuurlijk zonnig. Ik wil natuurlijk nog niet zeggen dat wij als er geen zon is niet kunnen rijden. Want er zit natuurlijk een batterijpakket in waarmee we ook gewoon kunnen rijden. Dus ook als het had geregend, dan hadden wij vandaag nog lekker kunnen rijden met Stella. Maar mooi dat het in ieder geval een lekker zonnetje is. En we zijn nu dus bezig met Stella. Om Lux even te kijken hoe het rondje moet rijden. Hoe het rondje moet rijden zo meteen. En ze doet het al lekker vrolijk. Hey Tomiri. Zwekkeleut. Kijk dit. Goed toen met zijn auto dacht. Nou, daar gaat de auto dan, de kist in. Erg verdrietig moment, ceremonieel. Zoals Lieselotte moet een beetje huilen. Tweede keer dat Eindhoven naar Australië gaat. Nou, daar gaat hij dan. Laat hem maar even zwaaien. And you let her go. Hij is zo stoer, hè, deze Martijn. Martijn, kan je even laten zien hoe stoer je bent? We hebben dus ons laatste evenement gehad van de dag. En we kwamen terug in momenten. En wie stond daar als verrassing? Heel wat mensen. En die mensen waren allemaal toevallig onze ouders. Aan alle ouders, super bedankt voor deze mooie avond. En we gaan je natuurlijk zeker missen. En wel ons best doen in Australië. Doei!
beneden en dan kunnen we niks. Goedemorgen, want het is heel vroeg. Hoe vroeg is het? Het is nu alweer 8 uur. Oh, oké. Okay. Dus het valt nu alweer mee. Maar het was inderdaad echt vroeg om op te staan. Maar vandaag zijn we aan het filmen. Want we maken een hele mooie soort van review video over de auto. Een promo video. Een promo video inderdaad. Dus we staan hier nu eigenlijk midden in Eindhoven. En we gaan zo wat shots maken dat Lieselotte aan het shoppen is. Heel stereotyp. Een klein beetje, maar ja goed. Onze auto is ook heel stereotyp. Oh ja. Nee, totaal niet. En vanmiddag gaan we ook nog wat rijdende footage's maken. Het is een beetje slecht weer, dat is een beetje jammer. We zouden eigenlijk gisteren filmen, het was ook slecht weer. Dus de mooie weershots, die zullen we toch in Australië maken. Want en daar schijnt het wel zonnig te zijn. Daar wordt het inderdaad wel zonnig. Ik heb in het weerbericht gekeken. Nu al. De komende 12 banen is het al zonnig. Dus, ik ben benieuwd wat vandaag de dag gaat brengen. Let's go shopping. Nou, we zijn dus op de Huiten Campus nu. We hebben net de eerste shoot gehad in de stad. Dat was hartstikke leuk. En, wacht. Volgens mij wil er iemand een beetje aandacht. Nou, dat is, mocht je zijn eenogige minionhoofd niet herkennen, dat is Tommy. Die is ons achteruitrijden camerasysteem even aan het testen. Tommy, wat gaan we nu laten zien? Van achter in de auto. We gaan nu laten zien hoe Dennis van Iersel, een werktuigbekundige uit ons team, ontzettend mooi de achterklep heeft geklust. Let op. En dat wordt gedaan door onze lieftallige assistente Olaf Bruggeman. Cheers! Pats! Kijk, dicht! Alleen de Bentley geluidje mist. Nou, superleuk. We staan nu op de strip op de Hightech Campus. En we zijn nu dus ook Stella Lux aan het filmen. En ze gaat als een treintje, moet ik zeggen. Als een zonnetje, moet ik eigenlijk zeggen. En hier zie je onze cameramannen die nog steeds hard aan het weg zijn. Hier zie je Tommy die een aantal zwanen aan het lokken is. En nu is ze dus boos. Ja, dat moet ik zo? Of zo? Zo? Nee. Zo? Dat is goed. Ja, we moeten nog misschien met de andere hand. Als je hier heup komt, dan gewoon. Wat ik er zo alles? Mandjes? Ik kom hier rijden. Ik ben zo. Ja, die is goed, Paddy. Die is goed, jongen. Oké, gooi hem dicht. Batterij is bijna leeg. Lilo, heb je nog even een afsluitende boodschap? Want de batterij. We gaan wel 4 staan, want de batterij is bijna leeg. We moeten even licht mee hebben. Oké, nou jullie zien dus niet, helaas niet het einde van de filmdag. Maar het is nooit het einde van de filmdag. We gaan in Australië gaan we nog lekker doorfilmen, dus komt nog heel veel beeldmateriaal aan. En we zien jullie dan bij de volgende vlog. Doei! Dit was het weer voor deze vlog. Morgen vertrekken wij naar Australië, dus volgende vlog zal ook beelden uit Australië bevatten. Mocht u nog suggesties hebben, mocht u nog vragen hebben, dan zien we het graag in die reacties hieronderin. En wellicht kunnen we je vraag beantwoorden en zie je dat volgende keer. Tot dan! Ja, en toen was het Bas. And here we can see Bart van Overbeke in his natural habitat.